Hi, ik ben Martijn en dit is de Terragun Pro. Ik zal eerst even vertellen wat dit apparaat precies is. Het is een Smart Percussive Therapy Device. Een percussive of percussie staat voor slag of slaan, zoals je misschien herkent van percussie instrumenten zoals drums. En in principe is het al waar, want hij slaat inderdaad heel erg snel, zoals drums, op je lichaam. Hij kan een hoop voor je doen, maar de drie belangrijkste dingen zijn pijn of spierpijn verminderen, je herstel versnellen en prestaties verbeteren. Nou, al die drie dingen ga ik testen, want ik wil weten of dit apparaat dat echt voor je kan doen. Maar eerst wil ik even uitleggen hoe het werkt. Door de snelheid die hij heeft en de diepte waarmee hij in je spieren duwt, stimuleert hij je doorbloeding. Hij neemt ook spierspanning weg na bijvoorbeeld een workout en hij kan ervoor zorgen dat de pijnprikkels vanuit je lichaam naar je hersenen worden overruled. Iedereen kan het apparaat gebruiken, topsporters bijvoorbeeld als een warm-up of juist hersteltraining. Mensen zoals ik die heel veel in de sportschool zijn of als je lichamelijke ongemakken hebt zoals een stijve onderrug, dan kan je hem gebruiken. Of misschien zit je gewoon heel de dag achter je laptop en wil je aan het einde van de dag lekker relaxen en ontspannen. Hij is echt voor iedereen. Goed, genoeg gepraat, ik wil hem vooral testen en wat mij persoonlijk heel interessant lijkt is of hij inderdaad spierpijn kan verminderen. Nou, om spierpijn te verminderen moet je wel eerst spierpijn hebben, dus ik ben in de sportschool geweest. De test die ik had bedacht is om 1 super zware beenkracht challenge te doen, zo snel mogelijk 100 split squats per been voor gegarandeerde spierpijn. Mijn rechterbeen behandel ik wel en mijn linkerbeen behandel ik niet om te kijken of ik dan rechts minder spierpijn zou hebben dan links. Als warm-up pak je elke spier die je wilt opwarmen en gebruik je de Terragun 30 seconden om ervoor te zorgen dat je spieren geprikkeld zijn, warm zijn en aanstaan voor een sportprestatie. Je gaat nu zien hoe zwaar ik het had tijdens de workout. Hey, de 70, nog 29. 100. Nu nog links. Laat de spierpijn maar komen. Ik zou zeggen, alleen links, liever niet rechts. Tenminste, daar moet die Terragun dus nu voor zorgen. Man. Ik heb dus alleen nu mijn rechterbeen behandeld na de split squats. En ik moet eerlijk zeggen dat het heel verleidelijk is om ook links te doen. Want ik merk gewoon dat het soepel maakt, warmer maakt. En als ik nu loop, dan voel ik links meer spanning dan rechts. Dus alleen al na de training is het relaxed om hem even te gebruiken. En hier makkelijker de sportschool uit te lopen. Na de workout heb ik de Terragun weer gebruikt, ook bij thuiskomst en in de dagen daarna heb ik steeds een paar keer per dag een paar minuten mijn rechterbeen behandeld. En de vraag is natuurlijk, had ik rechts minder spierpijn dan links? Het antwoord is nee, echt totaal niet. Allebei mijn benen waren helemaal gesloopt en ik had echt moeite om nog op de pot te zitten om mijn nummer 2 te doen. Dus je zou kunnen zeggen, de test is gefaald. Maar 2 dagen later gaf ik weer een hele hoop lessen in de sportschool en toen gebeurde er dit. Oké, lessen zijn klaar. Ik heb een fietsles gegeven, die gridles, high intensity interval en een core les. Ik heb dus heel veel spierpijn in mijn billen van die split squats. En ik heb net dus die core les gegeven en er zat een oefening in waarbij je heel erg je billen nodig hebt. En ik merkte een gigantisch verschil links en rechts. Deze oefening isoleert de spieren die ik ook gebruikt heb tijdens de split squats. En het liften van mijn rechterbeen ging dus veel makkelijker dan mijn linkerbeen. Kijk, die split squats waren natuurlijk extreem en een Terragun is ook weer niet zo'n magisch apparaat dat je nooit meer spierpijn hebt. Maar het voordeel is wel dat als je een zware training hebt gedaan en heel veel spierpijn hebt en je gebruikt hem, dat je sneller up and running bent voor een volgende training. En dat verschil heb ik dus wel duidelijk gemerkt. Wat ik nog meer heb getest is hoe ik deze Terragun kan gebruiken als warm-up voor het hardlopen. Oké, andere dag, ander horloge. Ik test een nieuwe functie van dit horloge, dat is de maximale vermogenstest. Voor hardlopen. Om mijn Achillespezen goed op te warmen heb ik beide kanten 1 minuut behandeld. Een goede voorbereiding is altijd het halve werk. Of het maximale werk, in dit geval. Daarna ben ik gaan lopen en ik krijg normaal gesproken na een kilometer al last en dat was dus nu niet het geval. Ik kom tot de limiet zonder dat ik ergens last van had en dat was belangrijk voor de test van dit horloge. Ik heb er nog net. Ai, ai, ai. Ik voel wel echt dat ik mijn benen heb gebruikt. Krijgen we nog meer te zien? Zo, ik voel mijn Achillespezen. Oké, die maximale vermogenstest die
voel ik echt in mijn benen, zeker hamstrings en mijn Achillespees, omdat ik niet zo gewend ben om hard te lopen. Het is lekker om nu meteen de Terragun te pakken en die spanning eruit te krijgen. Ik merk na elke soort sport die ik heb gedaan, ja, hardlopen en vooral HIIT-training in de fitness, dat het heel chill is om, als die spanning van net na een training nog in je spieren zit, even eruit te krijgen met die Terragun. Daar is hij echt heel erg goed voor. Want je merkt gewoon dat de meeste en de grootste spanning die je hebt na zo'n inspanning, dat het meteen wat relaxer is. Dus daar is het sowieso echt super chill voor. Dus die drie dingen die ik benoemde aan het begin van de video, pijn verminderen, sneller herstellen en je prestaties verbeteren, kan je allemaal realiseren met deze Terragun. Nu is dit dus de vierde generatie en ook nog eens de Pro en vraag je je misschien af waarom moet ik nou deze hebben en niet gewoon een andere. Het komt eigenlijk vooral omdat deze het meest compleet is. Hij heeft veel power, hij kan een druk aan tot 30 kilo en hij heeft een grote amplitude. Dat betekent dat hij diep in je spieren kan drukken tot wel 16 mm. Die diepte geeft een beter resultaat en hij is ook nog eens snel, tot 2400 stoten per minuut en daarom is hij zo goed in het overrulen van die pijnprikkels. Wat ik zelf heel prettig vind is dat hij stiller is geworden dan zijn voorgangers. Misschien heb je het gemerkt tijdens de video, ik kon gewoon blijven praten en ik hoefde ook nooit mijn stem te verheffen tijdens een behandeling. En naast het ergonomische driehoekdesign waardoor je overal makkelijk zelf bij kan, heeft de Pro ook nog eens een verstelbare arm om die lastige plekken nog wat makkelijker te kunnen bereiken. Als je een Terragun professioneel gebruikt, als therapeut bijvoorbeeld, hoef je je ook geen zorgen te maken over de batterijduur, want die gaat super lang mee. Plus, er zitten twee batterijen bij de Terragun Pro, dus je kan er altijd één in de oplader laten staan en ze dan heel de tijd wisselen en zo zit je nooit zonder power. Ben je nou geen dokter of fysiotherapeut, dan denk je, joh, ik heb nog nooit zo'n ding vastgehouden. Ik heb geen idee waar ik moet drukken en hoe ik hem moet gebruiken. Geen zorgen, er zit namelijk een app van Terragun bij. En in die app kan je van alles lezen over hoe je dit apparaat kan gebruiken. Nou, in de app krijg je bijvoorbeeld te zien wat je moet doen als je voor de allereerste keer een Terragun Pro gebruikt. En hieronder vind je dan verschillende activiteiten. Dus de warm-up voor hardlopen, de herstel voor hardlopen. En dat geldt ook voor andere sporten, van zwemmen tot basketbal en tennis. Als je daar dan op klikt, dan krijg je een routine te zien, dus bijvoorbeeld doe eerst je rechtervoet, dan je linkervoet, er staat ook een tijd bij en welke grip bijvoorbeeld je moet gebruiken. Je klikt gewoon op start routine, dan gaat je Terragun automatisch aan en dan zegt hij met een plaatje waar je moet bewegen. Hier zit ook de tijd en hieronder kan je zien of je hard genoeg drukt of te zacht. Dus als je te hard drukt, dan schiet hij een beetje door, dan wissel je van voet en zo kan je dan heel de routine afwerken. Goed, tot slot. Wil ik nog even vertellen welke opzetstukken je erbij krijgt. Ik heb vooral in deze video deze bal gebruikt en ook een scoop die erbij zit. Maar ik laat ze even allemaal zien en wat precies de functie daarvan is. Dit is de dampener, die zit er zeg maar standaard op. En je hebt ook een standaard kleinere bal. Die is voor grote en kleine spiergroepen en die is wat stugger dan die grote bal. Je hebt ook de wedge, die is voor schouderbladen bijvoorbeeld. Of om lactaat weg te wrijven tegen de spierpijn. De thumb is voor trigger points en voor je lage rug. Dan heb je nog de cone, die is voor pinpoint behandelingen en plekken zoals je handen en je voeten. En je hebt de supersoft en die kan je gebruiken voor gevoelige gebieden. Je kan die opzetstukken makkelijk wisselen door gewoon te trekken en ze weer terug erop te klikken. En je hebt mij in de video vooral deze dampener zien gebruiken. Het is niet raar als je moet wennen aan al die opzetstukken en zeker die cone is misschien in het begin een beetje angstaanjagend. Ik moet zeggen, ik heb hem de laatste tijd wel vaak gebruikt voor bijvoorbeeld mijn handen. Als ik heel de dag scripts zit te schrijven voor video's zoals deze bijvoorbeeld, is dat echt relaxed. Het is een heel vet apparaat en je kan er efficiënter mee trainen omdat je hem kan gebruiken als warm-up. Dat je minder pijn hebt ook tijdens de trainingen en het is ook echt super chill om die spanning uit je spieren te trillen. Gaat die spierpijn er helemaal voorkomen? Nee, dat zeker niet, maar het zorgt er wel voor dat je sneller hersteld bent en weer volle bakken gaan in een volgende training. Heb je nog vragen over de Terragun Pro? Laat ze dan weten onder deze video in de comments en dan kom ik er heel graag op terug. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je in de volgende. Later! Ik moet sowieso spierpijn hebben. Peter zei, doe gewoon 100 split squats. Dan 45.